Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Content Veend seizoen 4. Wat heb ik er weer zin in. We staan hier in Joris zijn prachtige basis. Hallo? Huh? Hallo? Ik word gebeld. Huh? Iemand is mij op WhatsApp aan het bellen, 2 seconden. Ik werd even gebeld door mijn vriendin, dames en heren. Maar we gaan gewoon weer verder. Waarom ik hier was, ik weet niet of ik het al verteld had, maar Joris heeft in de vorige aflevering de bom van mij gekregen. En ik dacht, ik kom hier gewoon even om te kijken of hij er is, of hij de bom nog heeft. Want ik wil een beetje in de gaten houden wie die bom nou heeft. Maar toen ik hier eenmaal aankwam, liefde Joris net de server. En zoals jullie kunnen zien, ben ik nu alleen online. Maar de bom is even verlengd, want eerst ontplofte die over nog 20 uur ongeveer in de vorige video. En nu ontploft die over ongeveer 4 dagen. Dus hebben we nog heel eventjes om ermee te klooien. En zoals je kan zien, is Joris ook alweer een stuk opgeschoten met zijn basis. Hij is met van alles en nog wat bezig. Hartstikke leuk. En ik wil eigenlijk nog wat aan hem vragen, maar hij is niet online. Dus nou, laten we dan maar gewoon naar huis. Ik heb mijn lighter niet om. Laten we dan gewoon maar naar huis gaan. Dat is natuurlijk hierboven. En dan wil ik beginnen met het eerste projectje van deze... Hij joint de server weer, net dat ik weg ben. Dat meen je. Joris. Joris. Daar is hij. Oh, jee. Daar is hij. Ik ben helemaal dood. Ik wou wat aan jou vragen. Jij hebt de bom nog, hè? Jij hebt de bom nog. Ja. Wie ga je hem geven? Ja, ik wil hem proberen aan Rick te geven. Akkoord. Ik ben het er nu al mee eens. Ik wou namelijk zeggen, je moet hem terug aan Rick geven, want Rick heeft hem aan mij gegeven. Ja, dat lijkt me wel mooi. En ik wou nog wat aan je vragen. Kan je even meelopen? Toevallig dat je er bent. Kan jij niet even doen alsof je de bom nog hebt tegen Rick? Ja, yes, dat is sowieso. 100%. 100%. Ik zou gewoon helemaal overtuigen, Harry, dat ik de bom nog gewoon heb. Maar kijk, jij hebt deze prachtige tunnel helemaal, als je zo doorvliegt, hierheen deze kant op gemaakt. En die komt dan uit hier in dit gebied zo, hè? Wat nou als we deze tunnel hier ergens, ongeveer hier een afslag daarin maken? Mag ook halverwege zijn, maakt mij niet uit, weet je? En dan die komt uit. Zo, hoppakee. Die zou dan hier uitkomen. Kijk, dit is ongeveer, we zien iets kleiner dit, maar... Hier zou die dan uitkomen. Oh. Dat is wel cool, toch? Kijk, dan is het pad loopt ook zo. En dan laten we hem eerst hierheen lopen. En dan vanaf ongeveer hier laten we hem bloep, daarheen lopen naar beneden. Zo. Dat hij hier langzaam naar beneden gaat. En dan komt hij dan niet in een knoop met, met jouw mailsysteem? Nee, joh. En anders laten we het mailsysteem er doorheen lopen als iets heel cools. Dat komt wel goed. Ja, ja, okay, dat is wel leuk, goed toch? Komen. Ja, dat is wel leuk. Dan laten we dat binnenkort doen. Even plannen. Ik zal even kijken of mijn secretaresse een datum kan inplannen, zodat we met elkaar dat kunnen doen. Je weet hoe druk ik natuurlijk ben. Mag heen. Truus, even, kunnen we volgende week met hem inplannen? Oh, Truus. Truus is eigenlijk mijn bodyguard, maar ze werkt ook af en toe part-time als secretaresse. Heeft hij nog tijd in zijn agenda? Ze knikt wel een soort van ja. Ze knikt een half ja, dus... Ja, dat betekent binnenkort, denk ik. Binnenkort, ja, binnenkort zeker. Ik zal even met Truus overleggen. Je kan nog even langs Joop om het te controleren. Oh ja. Nee, hoor, Joop is niet zo spraakzaam alleen. Nee, ik zie het. Hij draait gelijk weg. Ja, daarom. Laat Joop maar even met rust. Hij is ook. Hij had niet zijn beste dag laatst. Oh nee. Nee, daarom. Dus laat Joop maar even met rust. Ja, laten we dat doen. Ja, dat was hem. Ja. En nu wegwezen. Oké. Okay. Doei, Joris. Ik bedoel, Boris. Doei. Wat zit jij in mijn kisten te gluren? Ben je eindelijk wakker? Wat zit jij in mijn kisten te gluren? Ben je aan het stelen? Nee, nee, nee. Kijk, weet je wat het was? Nou. Ik had eigenlijk een kaartje voor de tram nodig. Een kaartje voor de? Voor de tram. Oh, ja. Toen zag ik dat de trammeneer in slaap was gevallen. Ja. Dus toen dacht ik, wat als ik hem nou weghengel? Maar ik had geen hengel. Dus toen dacht ik, ik ga even kijken of je een hengel hebt. Maar dat heb je niet. Ja, mijn kisten zijn ook niet gelabeld. Nee, daarom was ik alles aan het doorzoeken. Dat is mijn goede beveiliging tegen dieven zoals jij. Ik was helemaal niet aan het stelen. Je wilde wel stelen. Ja, maar misschien dan heb zou ik al een die hengel. Die zou hier moeten liggen. Als ik een hengel heb, dan moet die hier liggen. Ik heb geen hengel. Ja. Heb je geen hengel? Nee. Dat is jammer. Ja. No, maar hoe was je vakantie? Het was heerlijk. Ja? Ja. Mooi. Hoe was jouw niet-vakantie? Heerlijk of zo, denk ik. Goed, dames en heren. Ik heb allemaal kleine spulletjes hier bij elkaar verzameld. We hebben deze chocobox vol met random kleurtjes. En we hebben deze chocobox vol met black concrete. Maar we moeten deze nog heel even meenemen. Want ik ben nog niet klaar met verzamelen. En waarvoor ik ga verzamelen, ga ik zo meteen vertellen. Althans, waarvoor ik heb verzameld. Maar in de vorige video heb ik met Joris hier natuurlijk mijn prachtige, machtige supersmelter gemaakt. En ik wil eigenlijk dit zand hier nog eventjes omsmelten. We hebben natuurlijk al behoorlijk wat kool erin zitten, dus dat werkt goed.
Wat we dan nu moeten doen is hier... moeten wij al ons zand in stoppen zoals dit. En dan zie je hoe snel dat gewoon hierheen gaat. Dan zal deze minecart zal het allemaal verspreiden. Kijk, dat ziet er goed uit. Dan zal het als goed is hier beneden ook nog allemaal gevuld worden. En dan binnen no time zal in deze kist hieronder, even kijken, glas komen. Volgens de theorieën van mijn... Ja, kijk, daar zal je het al hebben, jongens. Oh, deze supersmelt, ik vind het helemaal geweldig. Ik vind het helemaal geweldig. Ik heb namelijk al dit glas nodig. Omdat ik een beetje lime dye en magenta dye erop ga proppen. Ik heb namelijk gekleurd glas nodig. Laten we beginnen met wat lime stained glass. Zo, dan gaan we even kijken of hier alweer een halve stack in zit. Jazeker. Doen we ook even wat magenta. Pakken we weer een halve stack eruit. Doen we nog even nog een halve stack magenta. Doen we nog even een inhibition lime. Zo, hoppakee. En dan nog één keer tot slot doen we even wat magenta. Dan hebben we wel genoeg, denk ik. Ik gok het. Even kijken als we dit nu gewoon hier doen. Ja, dit moet meer dan genoeg zijn, jongens. Zo, dan hebben we gelijk mijn supersmelter gebruikt. En zoals je kan zien gaat hij ook langzaam uit. Nu kijk maar naar een hoppakee. Dat betekent dat we hem gebruikt hebben. De machine staat uit. Ik ben er nog steeds erg blij mee. En waarvoor ik deze spulletjes nodig heb, dames en heren, is omdat ik eindelijk even dit gat hier wil gaan opvullen. Elke keer als je hier nu binnenkomt, het is nog steeds afgesloten. Omdat Rick nog steeds bezig is met mijn grote huis hier te verkopen. Ongelooflijk. Maar als je stiekem toch even binnenkomt hier, jongens. En hey, wacht even onderdoor. Dan is dit grote gat hier is nou niet echt heel leuk of zo. Ik bedoel, de andere kant hier heb ik heel erg mijn best gedaan om het zo druk mogelijk te maken. Helaas kan ik dat niet aan deze kant hier doen. Omdat ik hierboven wel gewoon ruimtes wil bouwen waar je ook daadwerkelijk dingen kan gaan doen. Zoals bij al dat glas hier. Er moet eigenlijk een soort verdieping komen. Dus deze zal redelijk plat zijn vergeleken met deze. Maar ik wil er nog steeds wat leuks van maken. Dus vandaar dat ik al deze spulletjes hier heb verzameld. Helemaal niet heel veel spulletjes. Dus je kan zien dat het ook niet zo bijzonder zal gaan worden. Wel zal het heel leuk worden. Dan is dit eindelijk een keertje dicht. En dan zeker als we hier binnenkort die tunnel maken. Dan hoeven we alleen nog maar dit gedeelte hier te vullen. En hiermee wil ik vanavond met Rick gaan overleggen. Ik heb namelijk een idee hoe ik die verkoop van mijn hele gebouw kan stoppen. En dat heeft met deze ruimte hier te maken. Maar daar komen we later deze aflevering op terug. Eerst wil ik beginnen met dit gedeelte hier even leuk maken. En in plaats van dat wij een timelapse gaan starten, gaan we het een keer op een andere manier doen. Ik wil jullie namelijk meenemen in mijn bouwproces. Hallo! Dit ziet er misschien een beetje gek uit. Maar ik wil jullie gewoon meenemen in het proces en laten zien hoe ik dit heel simpel ga bouwen. En om dan ook maar gelijk met de deur in huis te vallen, laten we beginnen door hier eerst een hele mooie line van iron trapdoors te bouwen. Ja, ja. Helemaal tot hier. Hetzelfde verhaal aan deze kant natuurlijk. En tot slot kunnen we natuurlijk niet de rechterkant vergeten, hé. Zo. Wat mijn idee gaat zijn, ik wil 3 gekleurde buizen maken. Eentje met honing, eentje met slimes en eentje met amethyst blokken. Elke trapdoorlijn hier representeert 1 buis die we gaan maken. Zo gaan wij een oranje buis maken waar de honing in komt. Helemaal netjes dichtbouwen zoals dit. Maken we er ook natuurlijk nog een mooi wit randje omheen. Zo maken wij een groene buis voor de slimes. Gaat ook helemaal naar de overkant hier natuurlijk. Het dit randje moet er ook weer bij. En tot slot maken we hier het paars / roze / magenta randje voor de amethyst blokken natuurlijk. Het moet een beetje lijken alsof dat overal hier doorheen stroomt. Hier stroomt dan de amethyst doorheen. Daar stroomt dan de slime doorheen erachter. En in het midden stroomt natuurlijk de honing. En veel hoger dan dit zal het plafond ook niet worden. Hoppakee. Oh, ik vergeet hier natuurlijk gewoon een wit randje. Whee! Nou, dat is even mooi gewoon, hè? Dan pak ik even mijn camera op en dan ga ik hem even verplaatsen. Laten we beginnen bij de slime kant. Dat is de eerste die we natuurlijk nog niet gedaan hebben. Althans, we hebben ze allemaal nog niet gedaan. Die moeten we sowieso eerst even dat witte randje maken. En zoals jullie kunnen zien, jongens, ik ben niet een gebruiker van scaffolding. Ik weet niet waarom. Er is letterlijk scaffolding in Minecraft om wat ik nu aan doe ben makkelijker te maken. Maar voor een of andere reden doe ik dat nooit. Word alsjeblieft niet boos op minder reacties. Dan halen we dit mos/grasrandje hier even weg. En jullie kunnen het net niet zien nu door mijn witte lijntje die ik gebouwd heb. Maar dat maakt niet uit. Kijk, hier kunnen jullie het wel zien. Ik zal mijn witte lijntje even voor jullie verplaatsen. Dan kunnen jullie het wat beter zien. Kijk, dat witte lijntje dat ik nu bouw, dat gaan we zo meteen natuurlijk weghalen. En dan kunnen jullie een beetje beter kijken wat ik allemaal aan het doen ben. Want we gaan hier, gaan we nu cyan terracotta bouwen. Dat is een beetje een grijskleurig blokje. Ik wil het ook een beetje simpel hebben, dit plafond. Het hoeft niet helemaal propvol met details zoals de andere kant. Hier plaatsen we even heel simpel dit hier. Zo. Hetzelfde aan de andere kant. En dit wordt later wel duidelijk. Ik denk niet dat dit deze aflevering nog duidelijk wordt, maar later wordt dit duidelijk waarom ik dit hier bouw. Nou, dan kan dit witte lijntje hier kan gewoon weer gelukkig weg. En dan voordat we gaan beginnen met de smurrie en al de buizen bouwen, wil ik nog even één laatste dingetje doen. En dat is hier de hele outline vastmaken
waar de buis daadwerkelijk in gaat zitten. En dat doen we niet alleen bij de groene, maar dat gaan we ook hier in het midden doen bij de oranje. En tot slot hebben we dat ook eventjes netjes gedaan bij de paarse. Dan tussen dat in gaan we hier ook weer dat grijze, oftewel cyan terracotta, gaan we ertussen plaatsen. Dit valt onder de blauwe blokken. Ik weet niet zo goed waarom, want je ziet duidelijk dat het gewoon een grijs blok is. Hetzelfde aan deze kant hier weer. Allemaal gewoon netjes dichtbouwen. En dan hebben we het probleem dat jullie mij ongeveer niet meer kunnen zien. Nou, dan verplaatsen we de camera maar natuurlijk gewoon naar boven. Hallo! Hoe we dit gaan doen? Ik wil eerst de smurrie overal gaan plaatsen. Hier zal dat honingblokken worden. Dan lijkt het echt alsof deze smurrie hier doorheen loopt natuurlijk. Hier zullen dat de slimeblokken worden. Gekocht in de winkel van Joris en Char. Gekocht bij de winkel van Rini en Floor. En de amethystblokken, die heb ik natuurlijk gewoon lekker zelf gehakt. Hoppakee! Nou, dat ziet er goed uit, hè? Althans, het ziet er niet echt goed uit vanaf hier. Maar vanaf beneden zal het er zo meteen leuk uitzien. Nou, gaan we weer één laagje omhoog werken. Dat doen we bij de honing. Dat doen we bij de amethyst. En tot slot doen we dat natuurlijk ook zo bij de slimeblocks. Nou, dat ziet er natuurlijk hartstikke raar uit van boven. Laten we het nog één laagje hoger bouwen. En dan gaan we gelijk even kijken hoe dit eruit ziet van beneden. Beginnen we bij slime. Dan gaan we door naar honing. En tot slot maken we het af bij de amethyst. Dan is het enige wat er nog even moet gebeuren is dat we hem dicht bouwen. En dat is natuurlijk ook... Oh, nee! Ik heb niet genoeg zwarte blokken! Huh? Ik dacht dat ik genoeg zwarte blokken bij me had. Nee! Ik heb helemaal... Nee! Hoe moet ik dit nu afmaken? Ik mis echt letterlijk volgens mij echt... Wat zijn het? 7 blokken of zo? Weet je, maakt niet uit. Laten we even goed even vanaf beneden kijken. Goed, we staan eronder. En het eerste wat mij opvalt is dat het ongelooflijk donker is. Dus wat ik even wil doen. Deze lampen hier, jongens, die hebben nooit echt goed gewerkt. Omdat deze, hoe noem je dat? Die kopperbulbs, die werken anders dan redstone lampen. En dat wist ik niet toen ik deze plaatste. Dus wat ik even ga doen is ik ga het design een klein beetje aanpassen. In de hoop dat dit wat licht zal geven door hem gewoon aan te zetten. Dat gaan we even bij alle 4 doen, want het zijn er 4 in totaal. En in de hoop dat dit het op zal lossen, dat het op zijn minst iets lichter hier beneden is. Dan zetten we de laatste aan, plaatsen we hier ook die trapdoor op, pakken we de spullen eraf. En dan draaien we ons om en dan is het nog steeds ongelooflijk donker. Ja, dat is dus niet echt heel handig. Ik denk dat ik dat op kan lossen door hier tussenin lampjes te verstoppen. Laten we even kijken. Oeh, ik heb froglights. Denk ik. Heb ik die? Oh mijn god, jongens. Volgens mij heb ik precies paarse, oranje en groene froglights. Wacht, laten we heel even naar mijn froglight farm gaan. Moeten we heel even door de portal van onze Joris hier. Dat is de enige portal die ik altijd gebruik. En dan moeten we heel even naar boven hier. Want volgens mij is... Ja, daar hebben we mijn froglight farm. Laten we heel even kijken. Zitten hier froglights in? We hebben paarse. Hey, we hebben diamonds erin. Huh? Iemand heeft dingen zitten kopen hier. Ik heb een achievement. Ik heb letterlijk dat achievement dat alle froglights in mijn inventory heb. Dat heb ik nog niet eerder gehad. Iemand heeft mijn farm hier gebruikt. En er zitten best wel wat froglights in. En we hebben 3 diamonds verdiend. Let's go. Nice. Gaan we even deze portal terugpakken. Ik weet niet waar die uitkomt. Oh, ook bij Joris. Ook handig om te weten. Jeetje, die Joris heeft gewoon een monopolie over alle prachtige netherportals. Oké, laten we even kijken of we hier wat dingen in kunnen verstoppen. Het voordeel is, ja, dit moet ik nog steeds fixen. Ze hebben precies de kleuren die ik nodig heb ook. Oh, er staan daar creepers. Ik denk dat ik dit er wel leuk in kan verwerken. Om gewoon te zeggen, we doen hier zo'n lampje. We doen hier ongeveer in het midden doen we nog zo'n lampje. Halen we die weg hier. En dan doen we een... even kijken. Oeh, nee, wacht. Even kijken. Doen we hier het lampje. En doen we hier doen we deze. En tot slot doen we hier ongeveer doen we ook nog een lampje. Gaan we door naar de honing. Daar wil ik ook nog even de lampjes verstoppen. Hier doen we een lampje. In het midden hier doen we een lampje. En dan helemaal hier links nog een mooi lampje. En bij de amethyst gaat het het moeilijkst zijn. Want het ding is, die schijnen niet door, die blokken. Dus daar moet ik even vanaf onder kijken. Oh, kijk, sowieso hebben we nu al gewoon licht hier. Deze 2 zijn opgelicht. Dat kan je nu ook goed zien. Enige die... Oh, trouwens. Enige is dat ik een mod heb waardoor het glas een beetje gebukt is. Maar geen zorgen, jongens. Dat gaan we oplossen. Als iemand daar een reactie over kan achterlaten... Ik gebruik volgens mij sodium of zo. En daardoor zijn mijn blokken hier allemaal door het glas zijn een beetje buggy. Maar dat komt wel goed. En misschien dat iemand daar een goede reactie over achter kan laten... of dat ik dat zelf even op moet zoeken. Dat gaan we een keertje oplossen. Kijk, bij de amethyst zie je dat probleem namelijk niet. Zie je, daar zijn die blokken wel gewoon heel... Even kijken. Hier gaan we ook licht in verstoppen. Door hier een lampje te plaatsen en dan even kijken. Zo, dan hebben we eerst een lampje erin verstopt. Hetzelfde hier in het midden. Doen we daar doen we ook een lampje verstoppen. En dan ook nog aan deze kant hier. En dan hebben we denk ik alles gehad. En ik gok dat het dan goed belicht is eindelijk. Hier eentje. En dan bouwen we hem weer dicht. Even kijken. Is nu alles mooi belicht vergeleken met net? Ja, dit is... Nou, alleen in het midden hier zou ik misschien nog even een lantaarntje moeten maken of zo. Maar in ieder geval, het plafond is nu belicht genoeg.
Hallo? Hallo? Ik zit hier gewoon op te nemen, mijn plafonnetje te laten zien, bezig met de belichting en jij gaat gewoon op me schieten. Ja, ik had je aandacht nodig en ik wist niet hoe ik anders je aandacht kon trekken. Dat is prima, hallo. Want ik kan hier niet meer in. Nee, je mag er niet meer in. Ik ook eigenlijk niet. Oh, maar... Wat is er? Je had ook diamonds in je handen. Ja, ik heb tuf nodig. Hier, eentje. Ruilen. Goed zo. Jij hebt tuf nodig? Ja. Ik heb deze. Ik heb oprecht denk ik niet meer tuf dan dit. Ik zal voor je kijken. Oké. Okay. Jij mag hier niet heen. Dit is geheim gebied. Oké. Okay. Even kijken. Hebben wij tuf voor Char? Dan moeten we even hier naar boven. En dan is dit volgens mij... Op zich heb ik wel wat tuf. Ik neem gewoon alles mee. Zo. Meer kan ik niet, want mijn inventory zit vol. Ik denk dat ik je heel erg teleur ga stellen. Ik heb wel een beetje, maar bij lange na niet genoeg. Oh. Hoe weet jij hoeveel ik nodig heb? Nou, ik neem aan dat je niet dit nodig hebt, zo weinig, zoals dit. Hier, dit, nou, dit kan heb niet ik meer eens meenemen. Niet. Dit is genoeg. Nee, het zijn heel veel verschillende, maar het is niet... Oh. Even kijken hoor. Die is voor mij. Wat? Hey! Wat is dit? Ga even testen. Ik heb geen totem. Wacht. Maakt niet uit, toch? Jawel, nu kan het. Hey, boom! Ben je doodgegaan? Nee, Alfa. Ben ik doodgegaan? Ik sta toch voor je? Ja, maar je hebt toch een totem, weet ik veel. Oh nee, ik had geen totem. Oh, je had geen totem? Nee, dat was het hele probleem. Oh. Maar is dit genoeg, Tuf? Denk het. Je mag het gewoon helemaal gratis hebben. Nee, dat wil ik niet. Mag ik hem weggooien? Dan niet. Dan ook geen Nether Star, is goed. Oké, nee, ik hoef hem niet. Wat? Geen Nether Star? Wil je Nether Star geven? Ja, helaas. Oh, hier, je wat hoeft neem er niet. Nee, dit zijn allemaal diamonds! Oeh, oké. Okay. Oh. En nu? Ja, nu ga jij er vandoor. En dan spreken we nooit meer. Nooit meer, dat is wel lang. Nooit meer gewoon. Oké. Okay. Doei. Oh ja, we spraken nooit meer. Sst. Goed, ik denk dat ik hier in het midden nog een lampje moet gaan bouwen of zo. Want daar is het nog wel een beetje donker. Of ik moet hier misschien nog dingen gaan doen. Wacht. Ik heb een idee. Heb ik endrots misschien? Ik weet dat er een lichtwinkel is waar endrots verkocht worden. Gaan we heel even snel langs. We hebben hier namelijk bij Joris zijn basis. Even kijken. Hebben we hier de lichtwinkel. Nog steeds een van mijn favoriete winkeltjes die er op het moment zijn. Je kan beacons kopen, soul lanterns, sea lanterns. Ja, endrots hier. Hoppa. Wat zijn de prijzen? 20 voor 1 diamond. Dan nemen we er 40 in totaal. Kopen we 40 van die prachtige endrots. Ik denk dat ik daarmee wel een beetje modern-achtige belichting slash bedrading kan maken. Dan lijkt de belichting op bedrading. Kijk, laten we heel even een beetje klooien. Sowieso hier dwars door het midden is misschien mooi. Dat we dan hier één doen en hier één. En hetzelfde voor hier. Hier één en hier één. En dan alleen nog hier. Hier één en hier één. En nu... Oh, dat ziet er trouwens ook wel gewoon leuk uit. Die bedrading zo dwars door het midden. Alleen dan is hij in één keer niet meer symmetrisch. Want ik heb daar kan dat niet. Oeh, nu valt het op dat het niet helemaal symmetrisch is wat ik heb gedaan. Ik hoopte dat stiekem te kunnen verbergen, maar dat blijkt maar weer van niet. Kijk, maar in ieder geval, voor nu geeft het genoeg belichting. Alleen het donker hier in het midden nog niet. Maar daar verzin ik nog wel eens een keertje iets op, jongens. Voor nu is het tijd om Rick een bezoekje te gaan brengen. Want ik wil heel graag wat hier door mijn hele basis gaan bouwen. Iets kleins, een klein detail die heel mijn basis rondgaat. Maar daarvoor moet eerst het steenbord hier een keertje weg. Dus laten we even een bezoekje brengen aan de enige echte Rick Force. Goed jongens, maar voordat wij naar Rick toe gaan, ik heb Joris even gevraagd om hierheen te komen. Joris, jij had de bom. Dat klopt toch? Ja. En jij wilde die aan Rick geven. Dat leek me wel leuk, ja. Dat klopt. En jij hebt, als het goed is, al de bom ergens bij hem neergelegd. Klopt dat? Ja. Waar is dat precies? Ja, hij is er niet. Hij is iemand mee? Okay, nee, hij is er niet. Ik heb onder zijn... bij de pressure plate. Hij heeft een huis bij zijn kistenkamer aan de... kant van zijn dat huis, hele huis zeg maar, ja. Heeft hij een deur. Ja, dat hele huis. En hij heeft aan twee kanten een deur. En bij de deur aan zijn kant, daar als daar hij over die pressure plate heen loopt, dan komt er uit een dropper komt een explosief pakketje. Een explosief pakketje? Oké, ik ga nu zijn kant op. Maar vooral letterlijk andere redenen, iets met dit. Maar dan ga ik proberen om dat als extra iets voor jou te regelen, oké? Ja, dat is helemaal goed. Okay. Dat is er goed. Nou, dan zie je het zo misschien wel in de chat verschijnen of het gelukt is of niet, oké? Ja. Oké, joe. Joe. Goed, laten wij gelijk dan naar Rick gaan, jongens. Want ik ga wat dingen aan hem vragen over het grote verkoopbordje en zo. En als het goed is, is Rick hier ergens. Rick, hey. Hallo? Hoe ben je? Oh, je bent in je Pinocchio-huisje. Hey, hallo. Knul. Hey. Hey, meneer de makelaar. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag, hey. Hey, jij bent natuurlijk van de verkoop van mijn prachtige
Zeker. Prachtige, grote, multifunctionele, zoals jullie noemen, winkelcentrum. Winkelcentrum, inderdaad. En ik moet, ik heb daar een goede deal voor. Ik heb er even over nagedacht en ik kan met een deal komen voor jou. Want het is natuurlijk allemaal steeds mijn gebouw, ondanks dat jij hem voor een of andere reden verkoopt. Ja, mijn gebouw. Ja, dat klopt. Ja. Heb jij een boek en quill hier ergens? Ik weet niet waar jouw kistenkamer is. Dus mijn kistenkamer is hier, maar ik weet niet of ik die heb. Hier? Wat is jouw kistenkamer hier? Mijn prachtige uphuis is te klein. Maar dit is van Floor? Ja, maar dit heb ik van Floor gekregen. Oh. Dit is een samenwerking met Floor. Oh, wat is dat nou in je inventory? Wat is dat? Maar, wat is dat, Rick? Een explosief pakketje. Ja, wat zit erin? Er zit een bom in, maar ik heb de bom niet aangeraakt. Hij zit in je inventory. Er zit een shulker in mijn inventory. Nee, Rick. Hij is niet van mij, hè? Hij is niet van mij. Van wie is die dan? Hij is van Joris. Ik heb hem echt letterlijk net nog aan jou gegeven. Ja, sorry. Ik wist dat Joris... die zei... Ik had hem aan Joris gegeven. En Joris die... kom binnen, Rick. Kom binnen. Hallo? Hey. Rick heeft een chocobox voor je. Ja, ik heb ook een chocobox voor je. Wacht. We hebben allebei een chocobox voor je. Heb ik deze voor je. Ja. Die is voor jou. En die andere is ook voor jou. Deze is voor jou. Die is ook voor jou. Wil je die niet hebben? Ja, die wil je niet? Waarom hoef je die niet? Nee, deze nee, die is voor mij. Die wil ik terug. Nee, kom maar terug. Jeetje. Harlo heeft mij net al verteld wat er in die rooie zit, hoor. Oh, die is van Rick. Jullie wisten dat allemaal weer natuurlijk. Hey Rick! Hey Joris. Hey Joris, ik krijg je mag hem terug hebben, Joris. Nee! Oh ja, de chocobox. Verdorie! Ik ben ook niet meer veilig met Rick nu. Nee, Joris, kom niet terug. Hey Joris. Oké. Hoe gaat het met jou, Rick? Ja, minder. Het gaat een heel stuk minder nu. Oh, ik was echt blij dat ik er vanaf was. Rick, dit is niet de reden waarom ik je eigenlijk op kon halen. Maar ik had aan Joris beloofd om het te proberen. Niet leuk. Het is Max's schuld. Hij heeft jou hierheen gelokt, denk ik. Ja, maar jij hebt hem geplaatst. Ja, dat klopt. Maar jij hebt hem geplaatst. En technisch... Ja, ik had hem wel in inventory, maar... Oh. Oké. Okay. Ja, dan. Slim. Heel erg slim. Ik dacht echt. Oké. Maar ik geloof dat Harlo hem eerder ook al bijna had opgepakt. Maar omdat hij zijn inventory vol had, pakte hij hem niet. Klopt. Oké. Dat is eigenlijk wel een beetje vals spelen. Stom weer. Dat heb je geprobeerd bij mij. Dat klopt. Ik probeer het vanmiddag ook bij Harlo, Joris. Jeetje. Oké, Rick, laten we weggaan. Want ik had jou bewust opgehaald. Doei. Doei, succes. Doei. Dankjewel, doei. Oh. Ben je ooit wel eens met de lift geweest hier, Rick, hierboven? Wel één keertje. Als je hier zo heen gaat, dan is het pad is nog steeds niet gemaakt door de dames van Venetië. Maar er is hier gewoon een waterlift naar boven. Niet betreden. Wow. Sorry, ik mocht niet betreden. Ik heb het ook gedaan. Wow. Jeetje, wat een waterlift, hè. Hoe voelde dat jij de bon nu hebt, gewoon, weer? Ja, ik vind het... ik vind het niet... Ja, ik vind het echt niet top. Dit is niet leuk. Maar goed, jij wou iets bespreken. Ik wou iets bespreken. Ik heb in ieder geval een chocobox nu. Daar ben ik ook blij mee. Ja, je hebt een gratis chocobox erbij gekregen. Hey, kijk, we hebben dit prachtige, lelijke bord van jou hier natuurlijk. Ik had twee vragen. Jazeker. Ja. Ik wil namelijk hier wat over mijn pad heen bouwen. Dus ik wil eigenlijk vragen of we jouw bord konden verplaatsen. Mensen weten inmiddels wel dat het te koop staat, weet je? Ja, nee, zeker. Klopt. Waar wil je naartoe verplaatsen dan? Ja, misschien gewoon naar Vuilnisbelt of zo, weet je? Nee, weet je hoe duur dit billboard was? Hier dan misschien tegen deze muur aan, zo. Dan halen we die boompjes weg en dan plaatsen we hem op tegen de muur. Ja, maar kijk, het is wel zeg maar als je nu zo aankomt lopen, dan heb je wel echt... Ja, oké. Okay. Hier dan? Tegen dit hek zo? Hier. Dat vind ik wel een goeie. Mag ik hem daar naartoe? Dan ik wil verplaatsing wel, oké? Okay? Dat is goed. Doen. Ja, okay, dat is ook dan verplaats ik hem daar naartoe. Maar, ik dacht ook van... Wacht, ik ga eens even... Nee, ik ga niet een tukje doen. Want ik vertrouw je niet met die bom. Als ik een tukje ga doen, dan ga je wel opgooien. Kan jij even slapen? Ja, geef mij het bed maar. Nee. Geef maar gewoon lekker zelf slapen. Ja, ik heb nog geen bed bij me. Hier, plaats je bed dan ga ik wel liggen. Ik wist het! Oké. Met nog meer, naast het feit dat ik het bord wil verplaatsen... Ja? Ik had een idee. Ik wil natuurlijk niet dat jij heel mijn ding gaat verkopen, weet je? Nee, dat maar ik dacht, ik kan misschien... Wat is dat daar op de achtergrond trouwens? Oh, dat is Mandy's Mansion. Ik dacht, misschien
kan je wel een gedeelte van mijn basis verkopen. En dan mag je gewoon helemaal de opbrengsten daarvan houden. En weet ik wat allemaal, dan hoef ik ook geen gedeelte daarvan. Ja, ja, oké, okay, ja. Maar dan, als we even hier door dit heen gaan, zo. Ja. Mag jij hem terugplaatsen? Ja. Kijk, ik heb nog dit in mijn winkelcentrum. Hier links is helemaal volgebouwd. Maar dit gedeelte van mijn winkelcentrum is nog helemaal leeg. Dus wat mij betreft mag jij dit vak hier van binnen verkopen. Ja, oké. Okay. Aan wie je wilt. Gewoon veilen. Oké, okay, oké. Okay. En dan in plaats van het complete gebouw. Want ik ben veel te druk met dit complete gebouw. En dat ga ik niet zomaar door jou laten verkopen. Oké, oké. Okay. Dus dan kan je dit hier gewoon te koop zetten. Dit kleine gedeelte hier. Ja, en dan gaat de veiling hier over. En dat krijgt gewoon iemand. Mag dat kopen. Ja, en dan mag je ermee doen wat je wilt. Oké, okay. Nee, goed. Dat vind ik een goeie. Ja. Ja, hè? Ja, dan ga ik het zelf kopen. En dan heel groot mijn eigen hoofd erin zetten. Mag ik dan ook dit muurtje hier verplaatsen? Je eigen hoofd erin zetten. Nee, zullen we dan dit muurtje hier verplaatsen en dan daarin zetten? Ja, is goed. Okay, vind ik goed. Dan hak ik hem. Dan kan jij hem zo, hoppakee, verplaatsen. Ja, dat vind ik een goeie, Max. Ja, toch? Ja, dan hebben we een soort van, heb ik je toch nog tegemoet gekomen, weet je? Ja, nee, dat is goed. Oké, dan moet dat muurtje moeten we daarin verplaatsen. Ja, gaan we dat even doen. Met de bom in je inventory? Ja. Hey, moet je deze kist kijken hier? Ah, je hebt ook je inventory vol zitten. Ik heb je inventory vol Wat vies. Ja, waarom zijn jullie allemaal zo vies? Ik ben een beetje aan het rondlopen hier. Je hebt de bom. Wat ga ik dat niet doen? Jullie zijn allemaal zo smerig. Smerig ook echt. Yeah. Kijk, dan kan je deze dichtgooien inderdaad zo. Ja, en dan is dit gedeelte staat gewoon te koop. Dat zou je zelfs als je. Dat mag jij. Jij bent de makelaar, dat moet jij natuurlijk ook doen. Je kan precies van deze banner neerzetten te koop. Zou het wel oké koop, maar. Ik heb niks aangepakt. Waar ligt het dan? Oh, hier. Zo. Hij moest nog één hoger. Je kan tegen het glas aanplaatsen. Ja, dat wist ik. Is dat zo? Nee. Kijk, dit nou, hé. Hey, dit lijkt wel. Kijk, hij matcht ook met het gele zwarte daarboven. Ja, dit is top, hoor. Nog even plaatsen. Binnenkort te. In de veiling. Veiling bij. Makelaar Force. Geweldig, hé. Hey. Top. Dan hebben we een deal, denk ik, hè. En dan. Ik wilde eigenlijk nog vragen of ik dan 50% van de opbrengsten mag, maar. Weet je, neem maar alles gewoon. Ja, dat vind ik 100% van de opbrengsten. Akkoord, daar ben ik akkoord mee. Dan krijg jij je gebouw weer terug. Dus ook, dan krijg ik een gebouw terug. Ja, dan bel ik de burgemeester even dat hij het weer op jouw naam kan zetten. Burgemeester, jongen. Ja, dan hebben we even contact mee. Oh mijn god. Ja, maar hou even kijken. Heb jij niet nog een mooie plek voor zeg maar, reclame in jouw winkelcentrum? Of hoe noem je dit nou? In mijn winkelcentrum reclame. Dit is een multifunctioneel gebouw. Ja, nou, daar kan ook best wel een beetje reclame hangen eigenlijk. Is er nog ruimte voor reclame? Ik sta even te kijken. Ik zal wel ergens een reclamebord een keer voor je ophangen. Hij hoeft niet per se... Ja, is goed. Ja, ik zeg, hij hoeft niet per se wel even groot als deze te zijn. Nee. Maar ik zal wel even kijken natuurlijk wel dat deze opviel. Dat komt wel goed, oké? Ik zeg, dan hoef je deze niet per se terug te plaatsen. Dan doe ik gewoon een wat kleinere binnen. Dat doe ik wel. Laat mij maar. Ik zal deze helemaal verplaatsen. Ga je ook een ontwerp maken voor mij dan? Oh ja, maar het moet nieuw ontworpen worden. Omdat niet meer het hele ding te kopen. Ik wil zeggen, ik wil hem ook nog steeds helemaal afkopen, hè? Maar... Nee, doe jij dan maar, joh. Hey, haal maar weg. En, nee, mag jij hem weghalen? Ik maak even een nieuw ontwerpje. Ik haal en dan hem weg en jij plaatst wel ergens nieuw. Maar niet hier meer zo. Voor de ingang. Nee. Oké. Nee, komt goed hoor. Nee, komt goed. Deal, hé. Hey, nou, akkoord. Makelaar. Leuk. Ik zal mijn inventory weer legen. Ja, vriendelijk leuk. Hoppa. Bedankt. Succes met de bom. Ja, bedankt. Je makelaar mag je trouwens wel hier laten, wat mij betreft. Ja, okay. Ja, die mag je wel hier laten. Het is wel een leuke opvulling. Ja, wel hè. Ja, is wel gezellig. Ik zal wel ergens een deurtje maken dat jij nog steeds die gare farm van je kan gebruiken. Ja, dankjewel. De modder farm. Doei. 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 Ik zie je nog. Oh, wacht even. Wacht. Doei. Doei! Ik moet zakken. Ik zie je, ik zag je al. Ja, maar ik zag jou niet. Oh, ja. Doei! Doei! Doei, Max! Doei, Rick. Goed, jongens, zo is de bom van Joris doorgegaan naar Rick. Dat betekent dat Rick eigenlijk terug is gepakt voor de prank die hij op mij heeft gepoeld. We mogen dit bord weghalen, dat zou ik waarschijnlijk aan het begin van de volgende aflevering doen als leuk iets. Dan gaan we in de volgende aflevering kijken misschien of dit al geveild is. Ik weet het niet, en Rick gaat een nieuw ontwerp bedenken voor een ander reclamebord. Ik zal wel even een plekje voor hem bedenken, misschien dat ik die hier in het midden dan gewoon doe. Hier in het midden een klein reclamebord. En dan kunnen we die ook belichten. En dan is gelijk het midden hier belicht. Nou, dat is helemaal geweldig.
Ik noem dit een succesvolle aflevering. We hebben dit gedeelte hier gebouwd. In de volgende video wil ik kijken of ik naast dat reclamebord en zo ook misschien verder kan gaan met de achterkant. Ik twijfelde om dat misschien deze video te doen, maar ik zei al dat ik waarschijnlijk dit hier ging doen. Dat zei ik in de vorige video ook al. Of we gaan aan de andere kant hier aan de slag, maar misschien vind ik het wel leuk om dit gedeelte hier even af te bouwen. Nou, als ik het zo zie van achter. Misschien is het handig om die achterkant een beetje te copy-pasten. Die kant op het als copy-pasten. Ik zou het wel helemaal moeten bouwen, maar om het gewoon gespiegeld aan die kant te bouwen. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Maar in ieder geval voor nu jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vonden jullie het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk een andere hele leuke video. Klik er zeker even op als je dat niet hebt gedaan. Kan je die kijken? Lekker YouTuber gewoon, weet je. Waarom niet? En nu dank je wel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje aan.